Twee teams die hun eerste wedstrijd van het seizoen verloren. ADO en Excelsior tegen elkaar. En ADO is de betere ploeg in de eerste helft. Koster geeft voor en dan moet Ravensbergen hem afmaken. Maar Pothof, de goalie van Excelsior, houdt het daar nog op 0-0. 8 keer op rij heeft Excelsior nu verloren in de Eredivisie. Ze willen graag een keer winnen, maar dan moet je ook tot scoren komen. En dat is lastig voor de Rotterdammers. Nieuwland hier met een pogingje over de goal van Losheid. Rijsbergen kan er zo voorbij lopen en wil het dan ook af gaan maken. Gaat dat lukken of doet Dessing het? Nee, die bal gaat over de goal van Pothof. ADO, als nummer 5 van het coronaseizoen, wil natuurlijk 3 punten gaan pakken na die nederlaag tegen PEC vorige week. Corner, Boshuizen niet, maar dan toch de 1-0 van Jamie Ravensbergen. 19 jaar, haar 15e optreden in het shirt van ADO in de Eredivisie. En ze maakt haar tweede doelpunt als speelster van ADO. En het is een belangrijke. En zo lijkt de 9e nederlaag op rij in de maak voor Excelsior. Want ook daarna is ADO de betere ploeg. Rijsbergen, Koster. Nee, ook die gaat er niet in. En dan blijft het op het oog spannend. Is het maar 1-0, maar Excelsior komt er niet uit. Het is ADO dat nog één kans weet te creëren. Na de voorzet van Kagi Koster. En de redding van Pothof vorig seizoen. Een bloedeloze 0-0 in het Carst Jean Stadion. Nu een nipte overwinning voor ADO. Het zijn de eerste 3 punten voor de vrouwen van Sjaak Polak.